Wilt u de uitgaven en inkomsten van uw betaalrekeningen op een eenvoudige en efficiënte manier beheren? Wacht niet langer en activeer budgetbeheer op Beobank Online en Beobank Mobile. Hoe werkt het? Ga naar uw Beobank Mobile applicatie en klik op het tablet Rekeningen. Klik op de bladen Uitgaven, Inkomsten en Saldo. Klik dan op de rode Activeerknop. Onder dit tablet worden uw uitgaven gecategoriseerd op basis van hun aard. U kunt snel zien in welke categorie u het meeste uitgeeft. Binnen elke categorie vindt u subcategorieën die u de verschillende transacties laten zien. Voor elke verrichting kunt u de datum wijzigen waarop ze werd in rekening gebracht, een categorie toewijzen en wijzigen door op het potlood-icoon te klikken. U kunt ook notities toevoegen in het veld Toelichting bij de uitgave. Hier kunt u zien waar uw inkomsten het meest vandaan komen. En tenslotte kan u uw uitgaven en inkomsten per maand vergelijken in een door u gekozen periode. Vanuit uw profiel kunt u de rekeningen instellen die u wilt opnemen in het budgetbeheer. Door het budgetbeheer te activeren, wordt uw historiek van uw transactie uitgebreid tot 24 maanden. Om een verrichting gemakkelijk terug te vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken via het vergrootglas. Budgetbeheer is ook beschikbaar op Beobank Online. Om het budgetbeheer vanuit Beobank Online te activeren, klikt u op het tablet Diensten en vervolgens op Budgetbeheer. Klik dan op Voorkeuren weergeven. Of klik op Profiel, Weergavevoorkeur en vervolgens op Budgetbeheer. Activeer het budgetbeheer door op de activeringsknop te klikken. Ga naar de homepage van uw profiel. Er zal een nieuwe rubriek Budget verschijnen. Klik erop. Dit is het tablet Overzicht van uw budget. Onder het tablet Verrichtingen vindt u ook de functies Verrichtingen zoeken, Selectie van de rekeningen die getoond worden, Verrichtingen downloaden en nog veel meer. Door op de drie kleine puntjes te klikken, kunt u een bewerking wijzigen. Uw budget beheren was nog nooit zo eenvoudig met Beobank Mobile en Beobank Online.